Doorgaand verkeer wordt altijd maar de ene of andere richting gewezen. Dit nieuwe YouTube-kanaal gaat echter alle kanten op, en dat is doorgaans verkeerd. We beginnen vandaag in Engeland, in de buurt van de grote stad Manchester. Iets meer precies bevinden we ons op de grens van Salford en Bolton. Deze weg heet de A666. Vanwege dat nummer wordt het ook wel de weg van de duivel genoemd. Ik zou het misschien eer aandoen als motorduivel. Zoals u echter ziet, rijd ik hier mijn Piaggio Medley. Het geluid van zo'n motorscooter is allesbehalve hels en overdonderend, maar u kunt het zich misschien inbeelden als een zeer laagvliegende drone. Ik bedoel met drone natuurlijk een piepklein hefschroefvliegtuigje waarop een camera is gemonteerd, geen mannetjes bij en zeker geen kloothommel. Wat zei je nu? Kloothommel? Ah, je bent ook aangeschoven. Daar ben ik blij om. Zo kunnen we samen deze video van commentaar voorzien, maar noem me alsjeblieft geen kloothommel. Dat is mijn vertaling van het Engelse woord drone. Die dingen kunnen mooie beelden maken, maar ze klinken vervelend. Heb jij daar een ander woord voor? Zullen we het maar kabouterhelikoptertjes noemen? Dat klinkt wat vriendelijker. Ik wilde je in elk geval geen kloothommel noemen. Ik noem je gewoon een hufter of een lijpe lapswans. Af en toe zal ik je misschien een eikel vinden, of een teringleier. Maar dat parkeren we even. Goed. Toch? Goed, ja. Oké. Oké. Nou, zo snapt het publiek in elk geval dat dit geen reëel awaai is. Hier rijden we inmiddels door het centrum van Kiarsli. Ik weet niet of ik dat goed uitspreek. Kiarsli misschien. Het stelt helaas niet heel veel voor, ofschoon de kerk links best aantrekkelijk is. Er is ook een schoenstad Bidplaatsje. In oud-Engels betekent Kiarsli een oversteekplaats waar tuinkers groeit. Vooral aan de zuidkant, dat is voor ons de linkerkant, bestond hier een erg groot moerasgebied. Sinds de industriële revolutie is dat gebied ontgonnen voor landbouw en mijnbouw. Dit was een zwartkoolgebied op erg grote schaal en als je goed oplet zie je daarvan nog bewijsstukjes. Sinds de regering van Margaret Thatcher de kolenindustrie om zeep heeft geholpen in de jaren 80 is dit gebied vooral een forenstadje geworden. Zoals vele voorsteden in Engeland wordt het beeld overheerst door beton, asfalt en lukraak geparkeerde auto's. Asfalt? Je bedoelt asfalt geloof ik lijpeloetje. Vind je het erg als ik je dat noem? Jij begon met het schelden. En wat je zegt, dat ben je zelf. Ja, hou je maar even stil. Dat kan ook. Dat gelul over Thatcher en tuinkersen interesseert immers ook niemand. Waar ik je wel gelijk in geef is dat dit absoluut geen reëel awé is. Dat vond je vroeger op de evangelische omroep en dat was best rustgevend. Je maffe accent doet me daar wel een beetje aan terugdenken. Vreemde Belg. Nou goed, waar waren we? Volgens mij zijn we Kiarsli inmiddels uit. De plaats waar we nu doorrijden heet Varrewoerd. Varkenwoerd. Varrewoerd. Varamehoela. Varrewoerd geloof ik. Laat de Engelse plaatsnamen maar aan mij over, die mag jij even parkeren en al die scheldwoorden ook. We rijden nu de rotonde van Kiarsli op, dus we zijn nog niet helemaal in Varrewoerd. Excuseer. Varrewoers. Varrewoersg. Wel nu, het zal me aan mijn reet roesten hoe je dit verdomde plaatsnaampje uitspreekt. Het is een voorstadje van Bolton. 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 Zoiets. Hopelijk is de volgende video in Vlaanderen. Dit is misselijkmakend. Ja, daar staan we dan. Lekker interessant. Zo tussen de bestelwagens. Mooi hier. Erg mooi. Wat bizar dat je hier zo weinig toeristen ziet.
Het is groen. Dit superrealisme is toch fijn. Sommige beeldmakers zouden een stoplicht eruit knippen, maar wij doen dat natuurlijk doorgaans verkeerd. Er klopt niet veel aan deze eerste video. De scooter klinkt als een drone, wij klinken amper naturel en de rit is allesbehalve inspirerend. Als ik het niet mag hebben over Thatcher en tuinkersen, dan is er weinig zinnigs over te zeggen. We zijn er bijna, dat dan weer wel. We zijn er bijna. We zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. Komt je. Kaal. Jawel, het licht is weer rood. Daar staan we weer. We slaan hier zo dadelijk linksaf. De eindbestemming is Tesco, een grote supermarkt hier in Farnworth. Er bestaan natuurlijk veel betere bestemmingen rondom Manchester, maar dit is geen ontdekje plekje. Geen rail away. Geen reet aan. Het voornaamste aan deze korte rit over de Duivelsweg langs Kersley is dat dit slechts een test betrof. De blik naar voren is vastgelegd door een Drift Coast XL Pro. De blik achterom kwam van een Drift Coast XL, dus niet zo pro. Net als wij, niet erg pro, niet erg professioneel. De volgende keer pakken we misschien een meer interessante route. We kunnen de heuvels in, de geschiedenis langs of we zoeken de zee op. Misschien houden we het simpel en zoeken we naar tuinkersen in het vroegere moeras, als die niet in een mijnschacht zijn gedonderd. Ben je nu helemaal bedonderd? Rot op met die tuinkersen. Ja. Nu ja, we zijn nu bij de supermarkt. Wij gaan lekker op zoek naar tuinkersen en u kunt op zoek naar smakelijker video's hier op YouTube. Wij danken u voor uw tijd. Leuk dat u even meekwam. Gezellig.